Onze hulp is in de naam van de Heere, dat die de hemel en de aarde gemaakt heeft, dat die trouw houdt tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en liefde worden u gegeven en vermeerderd van God de Vader, van God de Zoon, van God de Heilige Geest. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Het eerste vers van de 122e psalm is onze voorzang. Psalm 122, vers 1. Is van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we het laatste, het 11e vers van de 116e psalm. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Psalm 116, het 11e vers. En ieder spreekt zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
schriftlezing vindt u in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 13e hoofdstuk. En we lezen vanaf het 31e vers tot zover het hoofdstuk strekt. Lucas 13, vers 31. En als volgt lezen we dus hier heilig woord. Op diezelfde dag kwamen er enige fariseeën zeggende tot hem: gaat weg en vertrekt van hier, want Herodes wil u doden. En hij zeide tot hem: gaat heen en zegt die vos: ziet, ik werp duivelen uit en maakt gezond. En heden en morgen en de derde word ik voleindigd. Doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen. Want het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens onder je vleugelen vergaderd. Gij lied heb niet gewild. Ziet, uw huis wordt u lieden woest gelaten. En voorwaar, ik zeg u, dat gij mij niet zult zien tot de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Toen het Heere Christus in de synagoge voorging, liep het zo ongeveer als wij het ook gewend zijn tot op deze avond. Het Heere las de schriften. Alleen het boek wordt niet toegedaan en de dienaar gegeven. Maar wat er toen staat, en geldt ook onverzwakt, dit ogenblik, dat alle ogen gericht zijn op die voorgaat. En tussen hebt u al uitgevonden het woord van de tekst voor deze avond: Jeruzalem, Jeruzalem. Nu zijn al die ogen gericht hierheen. Met de vraag, vragende ogen: wat zal nu van deze tekst worden gezegd? Nou, gemeente, in een enkel woordje geprezen: dit werd ooit, er werd ooit zo weergaloze liefde, zo afgrijzelijk versmaakt. Toen de Heer sprak in de synagoge van een Nazareth, en hij de schrift had gelezen, het boek de dienaar gegeven, alle ogen op hem gericht waren, zeide hij: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Gemeente, zou ik dat ook mogen zeggen of moeten zeggen? Heden is deze schrift: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die profeet dood en stenig die tot u gezonden zijn. Als dat zo is, heden is deze schrift in uw oren vul dan. En ik hoop dat u me begrijpt. Dan wordt het moeilijk. Echt moeilijk. Maar ook goed
moeilijk. En laten we en met elkaar bidden om de opening van de Heilige Schrift en om de verlichting van de Heilige Geest. Almachtige eeuwige God, en we danken u en we loven u en dat we dit stille uur, dit namiddaguur, hier bijeen vergaderd zijn. En hierin de lijn van het woord van de tekst van overdenking deze avond. Laat het ons bewust worden. En dat ook warm wordt in onze harten. Dat gij, o gezegende Heer Jezus, ook nu ons wilt bijeen vergaderen. En dat u dat doen wilt gelijk een handenkaken. Laat ons dat ervaren. En laat zo ook dan de schriften geopend worden. Lees van het boek van de toekomst dat het met 7 zegels is versloten. Maar hier moet je bekennen dat het niet alleen die zegels zijn die het woord voor ons sluiten. Er zijn ook van onze kant zoveel zegelen, waardoor uw woord en met name het woord van uw evangelie voor ons is een gesloten boek. Zegels van onkunde, van ongeïnteresseerd zijn, zegel van hoogmoed, het zegel van begeerte, omtrent al die andere dingen waar het nu juist precies in de schrift niet om gaat. Zegel van het verzwegen kwaad, van het onbeledene. Ach, Heer, en dat gij dan zo, door uw Heilige Geest en door de kracht van die Geest en de verlichtende werking van die Heilige Geest, ook deze zegelen verbreekt. En dat wij zo waarlijk uw woord lezen, in zijn beschuldigende kracht, en maar niet minder in zijn vrijsprekend geweld, zodat we ons van hartje gewonnen geven en beleiden. En deze ogenblikken, Heere, wat was u me weer te sterk. Gij hebt mij overreden, gij wilt mij overreden. Ik vond het nog goed ook en ik wilde het ook graag om overreden te worden. Zeg u zo uw heilig woord in alle plaatsen, uw heerschappij nu en hedenavond, waar het woord wordt uitgedraaid. En laat het woord verkondigd worden naar de mening van uw heilige geest en naar de zin van onze Heer Jezus Christus. En wel met dat woord troosten, die droevig zijn, die rouw dragen, die heimwee kennen, hun gemis verwerken. En wel met dat woordje de weg wijzen, en degene die geraakt weet, wil dan met dat woord ook ons grijpen. Vastgrijpen, vooral als we jong en onstuimig zijn. En ons en met zachte en niet met onweerstaanbare drang stieren in het spoor van uw heerlijke geboden. Wat de vrijheid is dat. Heere genadige God, breidt koninkrijk uit onder heidenen en Israël. Hij bid u ook of gij nog talloze wilt toedoen. Heere, wat ons betreft, mogen dat er miljoenen en miljoenen zijn. En in een ogenblik denken we bij onszelf. En willen wij het dan liever dat er miljoenen en miljoenen komen dan u dat wilt. Terwijl u het toch de macht hebt omdat u de hartje neigt. Zijn wij barmhartiger dan gij zijt, Heere, dat zij ver. We kunnen het alles niet doorgronden, maar Heere, wilt u het toch van ons dulden, dat we bidden, dat er duizenden en tienduizenden worden toegedaan, miljoen tot miljoen. U zoeken met smeking en gebeden op dat uw huis vol wordt, uw koninkrijk komen, uw naam worden verheerlijkt. Heere, gekend de nood van elk hart, ook de pijnlijke levensvragen, en dat we ze maar meegeven met
En dit gebed en deze voorbeden, deze dankzegging en deze lofprijs. Dat onze vraag, onze levensvraag meegeeft. Onze zucht, uitzucht, mag ook mee onze zuchting. Hoewel, Heere, uit de klacht van een levend mens. Want Heere, mag toch zo wezen. En dat we er zomaar niet als een dorre stok neerzitten in de harde kerkbank. Maar dat we zijn mogen, die levende. En wat van uw woord niet alleen zegt, de levende zal u lopen. Maar ook wat klaagt een levend mens, als je dan eens klaagt. En moet je al de dag klagen. En niet eindeloos. En maar de klacht. En mag ook niet vreemd zijn wat klaagt een levend mens en niet klaagt vanwege zijn zonde. Dat we zelf aangeven bij u. En met, we zouden zeggen, dat wonderbaarlijke formulier uit het evangelie, wees mij uw zonde genadig. En dat we daar onze handtekening onder zetten, en dat request indienen. Bij u de Heer, wees mij genadig. Laat dan wat je wordt het druipen van het bloed van onze Heer Christus en van zijn gaandeloze liefde tot ons zondiging van onze harten. En van onze geweten slaat zijn bediening der verzoening en verkondiging der genade hier en aller wegen. Trouwe God, we bidden en voor de goede gang in deze wereld. Laat geweld ophouden wat afgevochten her en der. En vaak is ook sprake van het geweld van de levende natuur. Heere, wilt gij alom zijn we verslagen uit wanhoop, heerst angst voor de vijand die niets ontziet. Geef wijsheid aan de grote der aarde, ook onze vorstin haar huisregering. Wil zo alles leiden, grote wereld gebeuren, ook in het plaatsleven, gezinsleven, kerkelijk leven, gemeentelijk leven en het persoonlijk leven. Hoor ons uit genade om Christus wil, om zijn verdienste alleen. Amen. De 81ste psalm is onze collectezang. Psalm 81, te beginnen bij 12 vers, opent uw mond. 12, 13e, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. En vervolgens zingen we nog ook het 14e en het 15e vers. Pliet en disveracht. En och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Het Psalm 81, de vers 12, 13, 14 en 15. Thank you.
Jeruzalem, Jeruzalem, en gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. O, menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, en gelijk aan hen gekuikend onder de vleugelen, en gij hebt niet gewild. Jeruzalem, het is altijd gemeente of iets erbij, maar ik wil u nu met deze naam aanspreken, Jeruzalem. En weet je, van de Heer Jezus, dat hij iemand was die oog had voor de levende natuur, voor de leliën van het veld, voor de vissers op het meer, voor de zaaier die uitging om te zaaien, geen wonder, want het waren toch de werken van de voorzienigheid van zijn vader. Maar deze Jezus was ook iemand van de stad, een stadsmens, volgens toenmalig begrip. Immers geboren in de stad van Bethlehem. En hij had zijn woning in Capernaum, genaamd zijn stad. En vooral, en dat blijkt het hele evangelie door, en eigenlijk al door het hele Oude Testament heen, en dat hij iets had met Jeruzalem, de hoofdstad, Jeruzalem, de naam van het uitverkoren Israël, Jeruzalem, en was niet en met name de stad bedoeld, en met straten, stenen gebouwen, maar het volk, de Jeruzalemmers, als u me goed begrijpt, Bunyan zou zeggen, in zijn overbekende preek over de tekst beginnende van Jeruzalem, en dat het gericht is tot de grootste zondaren, de Jeruzalemse zondaren. Hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, en met nadruk, met herhaling, zoals hij altijd doet, als je het heel ernstig, want hij bedoelt het altijd serieus, en maar als je het bijzonder ernstig meent, Martha, Martha, zegt hij, Simon, Simon, de Satan is zeer begeerd. En zo is het ook, nadruk en herhaling, Jeruzalem, Jeruzalem, misschien is zoiets als Jeruzalem in de Hebreeuwse tongval, dat op die lippen waarop genade is uitgestort, Jeruzalem, Jeruzalem, want heeft zo goed met die stad en met die boze, met die moordenaars, tot vol ervoor. Drukt uit zijn weergaloze liefde. En met deze woorden, Jeruzalem, Jeruzalem, drukt hij de inwoners van Jeruzalem en zijn warm, kloppend hart en zijn hart vol toegenegenheid. Zijn hart, dat evenals het hart van zijn vader, geen lust heeft in de dood van de zon, daar in de ondergang van de steden. Daarin dat hij zich en zij zich bekeren en leven. Jeruzalem, Jeruzalem. Maar hij neemt geen blad voor de mond. En met luimstrijkende woorden en gaat onze Heer Christus nimmer om. Gij, zegt hij, en dat is het aantrekkelijke. Dat is het innemende van onze Heer en zalig maakt, dat hij de waarheid recht in het gezicht zegt. Gij die de profeten dood en stenig toemaakt. Maar zelfs wat populair uitdrukken kan Jeruzalem, kan de Jeruzalemse zondaar in zijn zak steken. Het is nogal wat.
Als ik het zeggen zou, putten. En gij die de profeet, een dood en steen, die tot u gezonden wordt. Maar die zegt, in feite ontwapenend, want hij wil die moord een wapen uit hun hart. En die zucht om te doden uitroeien van de bodem van hun hart. Gij die de profeten doodt en stenigt. Daarmee trekt hij een lijn door de geschiedenis van het Oude Testament. Gebeurt niet, staat er, dat de profeet sterft uit Jeruzalem. Verband wijst uit dat ze met list de Heere wilden weg hebben van het platteland. Hij kreeg vol te veel op de hand. En daarom spande ook al hier eigenlijk in feite Farizeeën en Herodes samen. Dat blijkt ook wel duidelijk uit de aanspraak, die vorst. Hij voedt iets in zijn schild. Die man haar zegt hier in alle rust. Hij zal niks kunnen bereiken. Als soeverein gaat de Heer tussen alle dreiging, tussen alle doodsdreiging heen, zal op zijn soevereine tijd geschieden. Moet werken, zegt hij, dat zegerijke werk, duivel uitwerp, mensen gezond maken naar lichaam en geest. Heden morgen, de derde dag, maar ik word volleindigd. En als hij daaraan denkt, dat gebeuren zal, dat hij volleindigd wordt. Met name dat hij zo'n ontzaglijke dood aan het kruis tegemoet gaat in Jeruzalem. Dan benauwt dat hem. En dan stormt dat af op zijn liefhebbend hart. Jeruzalem, Jeruzalem. Weet het. En het is zo geweldig. En wanneer het ontdekkende woord van het evangelie alle maskers van onze gezichten rukt. En ons zegt waar het op staat. Omdat wij gedwongen worden tot erkentenis van zonde en schuld. Opdat wij de rechtvaardig om genade smeken. Gij, eerlijk gezegd, die de profeten dood en stenigden. En ik zeg al, als ik zou zeggen, die schrift is vervuld in uw oren, putten, doen we dat ook helemaal niet. Ach, en dat hoeft nog niet te betekenen dat we de predikers die tot ons gezonden worden en naar het leven staan. Ach, we gunnen ze een rustig leven, een mooie pastorie en wat er alles bij te pas komt. En toch, ik heb het zelf ook zo in loop van vele jaren ondervonden. Gemeente kan ze prediker ook zo doden. Ach, het is wel goed wat hij zegt, en het is wel zuiver, en het is wel orthodox, en het is wel rechtzinnig. Maar het woord kan geen ingang vinden, het woord stuit zo af, men vindt het wel goed. En men gaat wel naar de kerk, en maar zo goed en wel, en de trap zijn afgedaald, zelfs die zo, dat hebben we ook weer gehad. En morgen is het helemaal vergeten, om niet te spreken van de andere dagen. Een ouderling in de eerste gemeente zei, dominee, wat kan dat huisbezoek toch dodend zijn? Mensen stemmen het wel toe en zijn het met je eens, maar het vond niet. Het is geen overdracht van leven. En och, dan is het ook geen wonder. Dat men zegt, toch, die dominees zijn altijd weer dezelfde termen. En altijd weer dezelfde woorden, dat is een wisselwerking. Als er geen leven uitgaat, wordt de prediker ook niet gedreven om dieper in het woord te graven, om rijkere schatten uit te stallen. En daarom, laten we ons toch eens afvragen, of het ons iets te zeggen heeft. Gij die de profeten dood en steen, dat kunnen ze nog zeggen tegen je, hebt mooi gepreekt, wat is dat? Mooi gepreekt. Dat kan zelfs dat kan een steen zijn om je te stenen. Maar is het gaat naar waarheid gesproken. En zoals de Samaritaanse zegt, heb gezegd, al wat ik gedaan heb,
En dat door de verkondiging heen Christus, de levende Christus. Want ik kan ook vanavond hier in deze ruimte Christus tot ons komt. En het bloed der verzoening drupt op onze harten en gewetens. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenen zoals gegaan, zijn de stukken gezaagd, lees het maar. Hebreeën spreekt er ook van. En dan zegt de Heere, ja, van mijn kant was er echt geen reden voor. Ik heb u niet uitgedaagd. Ik heb u niet getart of getreiterd. Nee, een tegendeel. Hoe menigmaal als ik dagelijks bij u was in de tempel lerende. Zo zegt hij. Telkens opnieuw. Wilt u daar eens wat dieper op ingaan? Dan zou ik u willen aanraden, dat wilt u toch, de schrift onderzoeken. Lees het evangelie van Johannes. Nou, wat gesproken van de bezoeken van Christus aan de Godstad, de stad van de grote koning, de Davidstad, Jeruzalem, dat ik bemin. Want aan de ene kant lezen, hooggestemde heerlijke dingen wordt Jeruzalem hoog geprezen. Maar de profeet heeft ook al gezegd, bloedstad van datzelfde Jeruzalem. Het is niet voor het eerst dat de Heer Jezus er nu pas mee begint als de hoogste profeet en leraar. Bloedstad, stad vol hoererij. En lees maar bij Jeremia en zo bij die andere profeten. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen. Ja, eigenlijk al. En toen hij als kindje in zijn tempel, want de profeet zegt hij zal snel tot zijn tempel komen. Hij was nog maar niet nauwelijks geboren of hij was al in de tempel. En er komt er beweging, levende doodspeender. Simeon looft en Anna beleed. En die oude ziel, en die slofte heel Jeruzalem af. Naar alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Wat een vergaderend werk toen al van zo'n klein kind. En toen hij de 12-jarige was, te midden van de schriftgeleerden. En zo is het versterkt en voortgegaan. Eén voorbeeld, Johannes 7, de loofhuttezetting. En op de laatste dag, de dag van het grote feest. Wie dat komen. Dat niet. En willen bijeen vergaderen. Eén heilige algemene christelijke kerk. En dan moet u dat machtig antwoord lezen, de catechismus. Niet dat wij de hoofden bij elkaar steken. En dat wij zeggen, we zullen ook eens iets oprichten. Zoals een vereniging, een kerk. Ja, er wordt genoeg georganiseerd, maar dat is vaak de dood in de pot. Maar bij de kerk gaat het helemaal alleen. En gaat het initiatief uit van hem. Dat de Zonen Gods zich een gemeente, en daar hebt u het, vergaderd, beschermd en onderhoudt. Ik heb hier een put om de catechisatie voor jaren ook wel eens gezegd. Jongens, als je doof was, dan kon ik je nog vertellen wat Christus doet met zijn kerk. Vergaderen, dat is zo bijeenbrengen. Beschermen, dat is alle vijandschappen, vijanden en tegenstanders wegwieren. En onderhouden, zijn hand openen om te verzadigen. En met rijke spijs, ik zal zien ons spijs. Die heeft gezegd van Jeruzalem, hier wil ik wonen. Wat is Jeruzalem? In Christus woonde de God volkomen. En maar ook in Jeruzalem. Dus als het ware, wat moet het ook iets zijn? En wanneer Christus tot zijn Jeruzalem komt, en Christus tot zijn tempel komt, in hem woonde God en in die stad woonde zijn vader, het was het huis van zijn vader. Hier wil ik wonen, ik zal zien ons spijs zegenen. Hij vergadert, beschermt en onderhoudt. En dan gebruikt hij een indrukwekkend beeld. Ik heb al gezegd, hij verheugde zich in de werkende schepping. Geen wonder, want hij zag er zijn vader in.
Als een zoon van een grote schilder, een schilderij zie ik tussen vaders, gepenseeld dan. Nou ziet hij het, hoe dat leeft en hoe dat tot stand is komen zo. Gebruikt hij dit beeld uit de volle natuur, uit het leven en van het bedrijf. Als ik schooljongen was, heb ik het ook nog vaak gezien. Op het erf, soms wel twee tegelijk, of die een kloek, zeggen we dan een kloek. Kloek hen, met kuikentjes. Van die kleine, donze bolletjes eigenlijk. Een paar pootjes eronder, nog kleiner dan Lucifer's stokje. Wat een weerloze beestjes. En dan moet er een kat aanslapen. Ach, zo werd er vroeger nog op de boerderij gepreekt. Waar we dat alles ook weggeschoven. Met die akelige broekmachines en met die afschuwelijke techniek en die bio-industrie. Boerenbedrijf is meer een industriële aangelegenheid dan dat het nog echt is. En zoals het vele eeuwen was, ieder voorjaar gratis. Gratis op je erven, machtige prediking. En het was nog een Christusprediking ook. Als een hen de kiekens, ik hoor het nog, als de gevaar dreigde, dan ging dat tok-tok alarmerend klinken. En die kleine beest, die wisten meteen de beschutting te vinden. Ze repten zich onder die vleugel. Is er machtiger beeld om het kerkvergaderend werk van de Zoon Gods? Als ik daar zeg, we doen belijdenis van ons geloof. En ik zeg, en ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk. Hoort u dan die kloek hen? En ziet u dan die tere donsjes toevlucht nemen zo? Zo levend is het geloof, is het evangelie dat verkondigd wordt. Gelijk een kloek hen, de kiekens teerder, aangrijpender, sprekender kan het immers niet. En het is zoals de 36e psalm zingt. Hoe zijn uw vleugel uitgebreid? Dat is sprekende. De vleugels uitslaan. Verder dan ik met de toppen van mijn vingers kan bereiken. Blijf nog ver van de muur links en rechts af. En laat staan dat ik het uitstrak tot de verste hoeken van dit kerkgebouw. En toch is het zo. En dat het ook zingen mag. En met verwondering en met verbazing van de hordes. Hoe zijn, o genade, goede tieren God, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Al de jaren van mijn leven hebben ouders en mij al reeds in het uur van de dood niet onder die beschutting van deze vleugelen neergelegd. Jaar in, jaar uit op de schoolbank, de vereniging, de zondagsschool, de catechisatie en bij de kerkgang. En altijd weer was het dat eenezelfde lied. En dat lied dat nooit verveelt. En dat lied dat altijd actueel is en nieuw. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? O, zoek daar de toevlucht. En wat gekoesterd door die warmte. En dat van de weeromst uit ook uw harten brandende in u wordt. Als dat evangelie wordt uitgebreid. Doch, dan is het waar een kras. Kun je soms hebben als er een muziek gemaakt wordt. Namelijk viool. Kan wel harde muziek voortbrengen. Eens soms een schrille dissonant. En dat de griezels over je rug loopt. Doch, en zo klinkt het. Doch, gij hebt niet gewild. Dan legt de Heer de volle verantwoordelijkheid
Ik kan het niet anders lezen en ik mag niet anders zeggen dan ook. De volle verantwoordelijkheid wordt op u en op mijn hart gelegd. Gij zijt die mens. Gij zijt de schuldige. Hier staat willen tegenover willen. Het willen van een almachtige zaligmaker. Want het is waar wat we zingen, alles wat Gods almacht wrocht. En dan kan het gebeuren dat alles wat die almacht en wat de almachtige liefde werkt, dat het ons niet beweegt. We verblikken niet en verblozen niet in ons hart. Het blijft keihard als een steen en niet bewogen. Daar is het om te doen, gemeente. En wij dan wetende, zegt de apostel, de schrik. Wat zal dat wezen? Het zal echt iets zijn. En voor u weet is het zover en dan staat u voor de rechterstoel. Neemt u toen die 21ste juli in Putten de kerk. Nu is het zover dat hij het daar staat om te oordelen. En wij dan weten dat die ontzettende schrik. Want daar valt niet mee te spotten. En we moeten niet zeggen, het zal best iets meevallen. De zoek wordt zo heet niet opgediend, zoals daar gegeten. Maar het zal echt niet meevallen. Wij dan weten dat de schrik des hier bewegen. Bewegen de mensen. Als het ware, het is de barensbeweging van heen en weer. Van terugdringen van alles wat zich tegen God verheft. Ook in allerlei beweeg is en trekken. Lok. Beweeg, o laat u. En met God verzoenen. En waarom zou je, moet dat dan? En wilt u dat dan per se om verloren te gaan? Doch gij, lieden, hebt niet gewild. En het kan gebeuren. En dat ik vanavond geleerde mensen niet naar de wereld trek, maar toch in de Bijbelse dingen en wat geleerde mensen zitten die zeggen, ja, maar zo ligt het toch niet helemaal. Want wat u op een prik weet, dat is dit. En ik weet het al te best. Uit vele gesprekken, huisbezoek, op ziekenbezoek, en dan is altijd weer dat refrein, ja. Maar een mens moet toch uitverkoren zijn. Zou de Heer het dan niet tot de volle diepte afdalen als je zegt, hé, die dat niet gewild? Is dat dan toch niet wat hypocriet? Wat geveins? Zouden we de Heer Christus willen beschuldigen? Dat hij de zaak anders voorstelt? Nou ja, we zeggen, wordt het niet te veel naar ons toegeschoven? Er is toch wel meer. Is het misschien niet te evangelisch, dat evangelie? Is het niet te evangelisch? En nee, als zijn mond, de mond der waarheid zegt, gij lieden, heb niet gewild, wie ben ik, om dan het beter te willen weten, het beter te willen weten dan de alwetende. Waar zou ik de euvelen moet vandaan halen? Ja, maar zegt u maar Calvijn. Zouden we dan toch eigenlijk niet meer op Calvijn kunnen koersen? En dan op het evangelie. En zou Calvijn het misschien beter weten dan onze lieve Heer Christus? Ach, moet u eens horen. En Calvijn is een leven lang bezig geweest om de schrift uit te leggen. Hij heeft wat boeken behandeld. En heel tegen het eind van zijn leven, en daar is hij in blijven steken, en was hij bezig, dus het is echt zijn testament. En was hij bezig, en met de uitleg van de profeet Ezechiël, en daar las hij dit, dat God geen lust heeft in de dood van de zondaar. Die tekst moest hij uitleggen. En wat zal die man u zeggen? Calvijn, die zulke lijnen getrokken heeft in de leer van de uitverkiezing. Ja, zegt Calvijn, ik het zo lees.
Aan de ene kant geloven die verkoren zijn ten eeuwige leven. Zoveel verkoren zijn geloof. En hier staat God heeft gelust in onze dood. Nou, zegt Calvijn, is het dan dat er twee willen zijn in God? Is God een tweewillige? Aan de ene kant dat hij niet wil. Want ik ben in dat getal niet besloten. En aan de andere kant dat hij zegt, ik heb geen lust, ik wil dat u zalig wordt. En dan is Calvijn zo eerlijk, hij zegt, daar kom ik niet uit. Maar ik ben zoals de apostel Paulus zegt, ik ken ten dele en ik profiteer ten dele. Hij zegt strakjes, als ik volkomen mag kennen gelijk ik gekend ben, dan zal ik het weten. Hoe dat wat mij voorkomt twee willen te zijn, dat één en dezelfde wil van de Heere God is. En dan zeggen we, dit is waar, dat is waar. En dan zegt, hoe moet je dat met elkaar rijmen? En dan wilt u met dat verstand van u, en met een systeem, met een verstandelijk systeem, de zaak oplossen. En met de schrift die zegt, dus voor de wijze verstandige verborgen. Ik zal u bijvoorbeeld wel waarschuwen, daar komt u nimmer uit. Daar komt u nooit uit. En maar neem het woord van de Heer wat ik u bidden mag. En wij bidden u van Gods weeg, alsof Christus door ons paard. Geloof dit woord. Doch gij lieden hebt niet gewild, onze wil, om verloren te gaan. Om de versen tegen de prikkels te slaan. En het is een waarheid door de schrift heen. Christus is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben niet aangenomen. En zei wel eens dat het woord van de Heer is als een moker. Hebt u wel eens een smid of iemand anders die een moker hanteert bezig gezien? En hij doet die hamer, die mook, en met geweld neerkomen op het aanbeeld. En het wordt verpulverd tot toch. Laat dit woord als een mokerslag uw hart treffen, doch gij lieden hebt niet gewild. Heren, beleid het voor hem. Heren, ik ben een onwillige. En ik lees het dat u niets liever doet dan mij gewillig maken. Dat is hij die de sterkste is inderdaad. En het lijkt wel of we sterker zijn dan de wil van Christus. Hij wil zielsgraag. Hij wil met al de weergeloze liefde. En heeft bewezen in Jeruzalem toen hij leed en toen hij stierf. En dan was het weer, mijn God, in die ernstige herhaling. En dat echoot ook naar elkaar toe. Jeruzalem, Jeruzalem, mijn God. En daar, met die herhaling wilde hij nog eens extra onderstrepen de ernst van het Jeruzalem, Jeruzalem. Maar ook zijn gewilligheid om te zoeken en zalig te maken. Alles gedaan. Dat hij wel eens zegt op een moment, wat moet ik nog? Wat ontbreekt er? Zo wordt u uitgedaagd. Noemt u eens op. Zet u het eens op een papiertje. Zet u het eens wat mij zou interesseren. U mag het op de post doen en naar mijn adres toesturen. Kunt u iets opnoemen. Dat de Heer heeft nagelaten. Om u met hem te verzoenen. O laat het dan levend worden. En dit aangrijpende woord. Dan zult u zien. Dat dwars door alles heen. Die er toch een God is. Die Jeruzalem wil zalig maken. En ja, zelfs mag ik dat woord gebruiken. Dat hij een God is. Die Jeruzalem verkiest. Want leest u maar even de tekst verder. Terwijl ik de profeet Zacharia voor u opzoek. En daar staat het.
Maar de straf blijft niet uit, uw huis, uw tempel wordt woest gelaten. Blijft niks over. Wat we nog vinden van de tempel is een klaagmuur, een buitenmuur. Uw huis wordt woest en leeg, leeg voor God. En wat heeft het evangelie al niet te gang gemaakt? Bloeiende gemeente, Klein-Azië, Noord-Afrika, wat is er van overgebleven? Uw huis wordt woest gelaten. En zegt hier, en ge zult me niet meer zien totdat die dag komt. Die dag zal ook een keer komen. En die dag zal ook een keer aanlicht. En dan roept u en juicht en jubelt u gezegend. Is hij die er komt in de raam des Heeren. Zo zal het zijn. In de dag van zijn wederkomst. En dus heb ik het voor u gevonden bij de profeet Zacharie in het eerste hoofdstuk. Daar zegt hij. Ik ben tot Jeruzalem weergekeerd. Dan kunnen ze, Jeruzalem, dat zie ik nooit weer terug. Eens en voor altijd. Maar hij wil toch nog tot dit afvallige en tot dit profetenmodende, afvoererende Jeruzalem terugkeren. Alzo zegt de Heer, ik ben tot Jeruzalem weergekeerd. Met ontfermingen, toch nog weer ontfermingen. Mijn huis, er stond en de plaats wordt woest gelaten. Nee, mijn huis zal daarin gebouwd worden. Spreekt de Heer daar eerst fijn. En het richtsnoer, dat doe je als je gaat bouwen. En dan wordt het uitgezet, de grond, hoe het worden moet. Mijn richtsnoer zal nog over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zegt hij, zeggend, al zo zegt de Heer der Heerscharen, mijn steden, ook waarin ze krachten meest geschikt zijn, steden tot de hemel toe verheven, tot de hel neergestoten, ook Jeruzalem, hemelhoog verheven, Jeruzalem de stad des grote koning, helle diep vernederd, gij die de profeten dood en stenigt, mijn steden. Zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want, staat er, deren zal Zion nog, na al die afsnijding en afmaking en verharding en afkierigheid en hardnekkigheid, hardnekkig zijn we, weer barsten. Na dat alles zal hij Zion nog troosten. En staat er, en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. We hebben het alles afgesneden, alles van onze kant afgebroken, allerlaatst stuk gemaakt. Hij, en dat is als het ware een erenaam in de profetie van Zacharia, hij die Jeruzalem nog verkiest. Roep hem aan en zeg het, Heer, ik heb niet gewild, maar ik doe beroep, onstuimig beroep. Waarom, gemeente, is de markt van vrije genade? Want woensdags gaat u naar de markt, maar zondags is die een markt in de kerk. De markt van vrije genade, maar het is zo'n lusteloze markt. Zo'n lauwe markt. En dan wordt het niet gekocht. En je kunt het voor niks krijgen. Voor totaal niets gratis. Waarom wordt er zo weinig ingekocht? Koop zonder prijs. En al wat hier te bieden heeft. De kramen staan vol op de markt van vrije genade. Stel je voor. De markt van Putten was gauw afgelopen. Het was binnen 2 weken afgelopen. Als het er zo naartoe ging. Als op de markt van vrije genade. Er was zo weinig ingekocht. Omdat er zo weinig verkocht wordt. Want u moet er wat voor verkopen. Ja, maar ik heb niet veel te verkopen. Ja, zonder schuld. Nou, verkoop het dus. Verkoop het dus. De hardnekkigheid van uw hart.
de zonde en de schuld. Krijg ik er dan iets voor? Zo'n rommelmarkt? Ja, dat is ook een stukje rommelmarkt. Ja. Als u uw zonde van de hand doet. Uw ongerechtigheid verkoopt, dat wil zeggen beleiden. Want beleiden is ook van de hand doen. Dan krijgt u vrijmoedigheid. Veel vrijmoedigheid in het geloof. Ach, houd er eens mee op. Om nog langer te schermen met die eeuwige uitvlucht. Ik kan niet, ik kan me niet bekeren. Dat zijn ze duizend keren. Maar weet u, in de oorlog toen hadden mensen een schuilplek. Later hebben mensen wel eens gewezen onder een nok van het dak of ergens achter een blinde deur, een schuilplek. En weet u nu wat zich in die onmacht wegstopt? Want het is verstoppertje spelen. In die onmacht, ik kan me niet bekeren, ik kan niet geloven. In die onmacht verschuilt zich de onwil. Daar. Lever uw onwil. Uw onwil in, zeg Heer, deze onwillige. Dat ge veel vrijmoedigheid verkrijgt op de markt van de vrije genade van God die Jeruzalem nog verkiest. Amen. En we zingen samen het eerste vers van 147 psalm. Laat hier de lof ten hemel reizen. Hoe goed is onze God te prijzen, betaamt ons psalmen aan te heffen. Die lieflijk zijn en hartje treffen. Waarom? Die wil onze gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen. Dat grote kerk vergaderende werk. En gelijk een hendekiekens vergaderen. En in vrede doen leven. En door Israël zijn verdreven. Het eerste vers van de 147e psalm. Zullen we samen danken. Ach Heere, dat gebeurt nogal eens. Als de dominee thuis komt. En dat ze thuis vragen. En hebben ze nog wat gezegd. Dan denk ik het eerst in de kerkraad. Maar je kunt soms buiten de kerk nog eens iemand een hand drukken. Hebben ze nog wat gezegd. Gezegd van de preek. Och ja. Ze waren het wel mee eens. En zeiden, ach, dat moet naartoe. En dat zou het gelukkig wezen als dat gebeurde. Maar het gaat zo makkelijk niet, toch, heren? Het zijn misschien niet zulke onwelwillende reacties. Maar het kunnen toch soms zulke stenen zijn. Oh, het was zo vaak gezegd, het was een mooie preek. En maar wat was dat mooie? Wat was dat? Trof het ons?
trof het ons tot diep in de ziel, ge hebt niets gewild. Maar ook dit, dat uw wil sterker is, dat gij wilt Jeruzalem erbouwen, vergaar bij elkaar brengen, naar u toetrekken, aan uw hart drukken. Ah ja, Heere, zo doen we met onze kinderen wel eens, we drukken ze aan onze borst. En maar Heer Jezus, u drukt ze in uw lichaam. Want het wordt één lichaam. Ze worden ingelijfd in het lichaam van u. Door het waarachtig geloof. Heere, wil ons inlijden. Dan zijn we dicht bij elkaar. Want dan is het ook onderlinge verbondenheid. Dan worden ze alle tot dat brandende middelpunt getrokken. Dicht bij elkaar. Maar ook dicht bij hem, bij de verlosser, bij de zaligmaker, bij de middelaar. Heere, haal ons naar u toe. Druk ons in uw hart, in uw lichaam. Dat wij u mogen loven, vroeg en spa. Lijf ons in. En dat we ingelijfd. In Zion, de naam van Zions kinderen, mogen dragen, zo bid ik u, uit onbezweken trouwe, oneindige genade, Heere, leer ons kinderlijk bij dat woord neerleggen. Heeft Calvijn ook gezegd, Heer, u weet het, dicht, heel dicht, het oor op de waarheid gedrukt. Gij hebt niet gewild. En dat we dan niet zien. Dan dat woord. Dat ons niet alleen wil ontdekken. Maar ons ook wil zetten. Op het heilspoor. Door u alleen. Wordt eeuwig wel behagen. Laat zo het leven van de komende week ingaan. En dat er ook eens wat vonkjes springen. En eens wat kruimtjes vallen. En wij mogen wijzen op hem die wil vergaren. Hoor ons uit genade alleen. Amen. Onze slotzing is de 102e psalm. Daarvan zingen we om te beginnen het 11e vers. Ik zal met blij gejuich hem loven. Uit zijn paleis van boven is trouwens leed en ongevouw, eens in gunst beschouwen zal, en gevangen in een zucht te horen, als hij tot hem vluchtte, om hen uit te vrede kaken, van de dood eens los te maken. Dus is hier een naam geprezen en een Zion eer bewezen. Dus door elk de vreugde stem in het blij Jeruzalem. Als de volken saam vergaren, hebt u twee vergaderen. En zich met zere erfvol paren. Als de koningen zich buigen en hem hun ontzag betuigen. Het 11e. En het 12e vers van de 102e psalm.
zei de Heere ook, dat gij heden mocht bekennen wat tot uw vrede dient. En gaan naar Jeruzalem wel nu. Gaat dan heen in vrede. En hij met u de zegen van de Heere. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.